Superfoods. De term alleen al is ongelooflijk omstreden. Zijn ze nou supergoed of zijn ze superslecht? En welke soorten zijn er allemaal? En waarom zou je superfoods eten? En zijn ze hun geld eigenlijk überhaupt al waard? Nou, dit en meer in deze Facebook Live-uitzending over superfoods. Goedemorgen, lieve mensen. Welkom allemaal. Hartstikke fijn dat jullie erbij zijn. Nou, we gaan het vandaag inderdaad hebben over superfoods. En ik ben er zelf wel groot fan van, maar ik wil het toch een klein beetje nuanceren. Maar ik wil eerst nieuwe mensen met name welkom heten, maar eigenlijk iedereen die elke week heel trouw kijkt. Hoi Ans, goedemorgen. Allemaal hartstikke fijn dat je erbij bent. En voor degenen die mij niet kennen, ik ben Nettie Bom, orthomoleculair therapeut en leefstijlcoach. En ik heb als grote missie om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. En ik doe het samen met een team van coaches. En Anne, die je net binnen ziet rollen, is ook een van de coaches. Dus heb je ooit een coach nodig? Nou, er zijn altijd coaches die deze uitzending willen kijken. Ik zie Anneke Best binnenkomen. Vera is erbij. Simone. Nou, hartstikke fijn dat jullie er zijn. Dan heb ik nu gelijk een vraag aan jou als kijker. Hoe sta jij tegenover superfoods? Gebruik je ze veel? Gebruik je ze eigenlijk nooit? En als je ze gebruikt, welke gebruik je dan? Goedemorgen, Catharina. Ria, goedemorgen. Superwoman. Nou ja, Ria, alsjeblieft. Heb je tegen jezelf zeker? Nee, hartstikke leuk. Maar fijn dat jullie er allemaal bij zijn, mensen. Goed, wat ik vandaag ga behandelen, ik ga even je spieken aan de zijkant. Om te beginnen natuurlijk sowieso, wat zijn superfoods? Oh, Ina die zegt gelijk, ik ben groot fan van de superfoods. Hallo Nette, ik ben er weer bij. Leuk, goedemorgen Ina. Nou, wat zijn superfoods? Dan, waarom zou je ze gebruiken? Dan, welke verschillende soorten superfoods zijn er? En dan inderdaad de vraag, zijn ze supergoed of zijn ze superslecht? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Dan de top 10 van superfoods. Dan het recept van morgen. Want ik zeg altijd, blijf kijken tot het einde, want dan krijg je van mij iets leuks. Dit is namelijk het recept van morgen. En dat zit bomvol met superfoods. En je krijgt zo meteen aan het einde van deze uitzending van mij de ingrediënten. En dan kun je vanmiddag gelijk naar de winkel of je kunt nog bestellen bij de eetlijn. En dan kun je gewoon lekker aan de slag. En dan als laatste ga ik het nog even hebben over het recepten-e-boek Gezondere Pret Pet Recepten. En het thema van volgende week ga ik bekendmaken. Nou, goedemorgen Hanneke is erbij, hartstikke leuk. Simone zegt, ik gebruik zoals chiazaad, maar bijvoorbeeld boerenkool is er ook in, terwijl dat niet zo benoemd wordt. Nou Simone, je raakt gelijk de kern. Vera zegt, ik gebruik ze wel, maar nog niet dagelijks. Katrien, goed zo. Nou, oké, we gaan het er allemaal over hebben, lieve mensen. Nou, om te beginnen, wat zijn superfoods? En als je nou het woord superfoods noemt, denken de mensen gelijk aan zaden en pitten en poedertjes. Meestal in hele mooie, prachtige verpakkingen, hippe verpakkingen. En die komen heel vaak uit Verwegistan. Maar weet je dat verse biologische groenten van eigen bodem ook superfoods zijn? Hey Paulien, goedemorgen. Dus weet je, we zijn met superfoods gelijk geneigd om te denken aan chiazaad, hennepzaad, dat soort zaden. En ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik ze echt, want ik vind ze heerlijk. Maar of ze nou zoveel gezonder zijn dan alle superfoods van eigen Nederlandse bodem? Dat is de vraag en daar gaan we het vandaag over hebben. Dus eerst de vraag, wat zijn inderdaad superfoods? Nou, daar kom ik zo meteen allemaal op terug. Dan nu de vraag, waarom zou je überhaupt superfoods gebruiken? Waarom strooi je chiazaad over je groenten? Waarom doe je hennepzaad in je cakejes? Waarom doe je bepaalde producten in bepaalde gerechten? Dus dat is eigenlijk de vraag. Nou, er zijn een aantal verschillende redenen om superfoods te gebruiken. Onder andere gezondheidsvoordelen. Maar ook om af te vallen, want ze verzadigen enorm omdat er heel veel vezels in zitten. En veel mooie voedingsstoffen. Om meer energie te krijgen. Het is lekker in gerechten. En om meer een verbeterd humeur te krijgen. Zelfs daarvoor kan het helpen. En heel vaak zijn ze veelzijdig in te zetten. En chiazaad wordt ook wel eens voor de grap vogelvoer genoemd. En dat is het natuurlijk ook.
Zeg het meisje net, je kunt kilo's vogelvoer kopen bij de dierenwinkel. En dan betaal je heel weinig geld. En al dat chiazaad wat je dan in de webshop koopt of in de winkel. Van die kleine zakjes, en daar betaal je de hoofdprijs voor. Nou, zo is het inderdaad wel. Als je kijkt naar de superfoods zoals mensen die in beeld hebben. Daar betaal je vaak een flinke prijs voor. Terwijl als je kijkt naar een bloemkool, een broccoli, boerenkool. Het kost gewoon 3 keer niks. En het is misschien wel net zo gezond als chiazaad. Of andere superfoods. En waarom zou je ze dan toch gebruiken? Ik zal je zeggen, ik heb hier een heerlijk cakeje bij de hand. Ik ga jullie even lekker maken. Dit is de bloemkoolmuffin van vorige week. Heb je vorige week het recept van gekregen? Nou, die is echt misdadig lekker. En dit is dan de muffin. En wat ik nou gedaan heb, hij is heerlijk zacht, heerlijk. Als ik me inknijp, hij is gewoon echt super, super luchtig. Nou, ik snap gewoon niet hoe Ria dat voor elkaar gekregen heeft. Zonder gluten, zonder gist, zonder al die toestanden. Maar het is een heerlijk cakeje. Ik heb er een klein beetje room op gespoten, wat cranberries en wat gebroken pekannoten. Wat ik nou de laatste keer gedaan heb, ik hou van een knappertje. En ze zijn sowieso hartstikke lekker. Maar als ik er een knappertje in doe, door bijvoorbeeld, ik heb er nou een eetlepel lijnzaad ingedaan en een eetlepel chiazaad. En heb je een heerlijke crunchy bite. En dan vind ik het eigenlijk, naar mijn idee, nog lekkerder. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Misschien vind jij juist helemaal niet lekker als er knappertjes in zitten. Wat ik eigenlijk even wilde zeggen is dat ik om die reden superfoods gebruik. En chiazaad, het is bloedverdunnend. Het is hartstikke gezond. Maar ik gebruik het vaak vooral voor de bite en voor de smaak. En dat ik het gewoon hartstikke lekker vind. En zo is het voor jou dus heel belangrijk om te achterhalen. Waarom eet je superfoods? Omdat het supergezond is. Of omdat je het lekker vindt. Ik zal je zeggen, in dit cakeje, de basis is bloemkool. En bloemkool is een van de allerbeste superfoods die er is. Dus gaat het nou om chiazaad of gaat het om de bloemkool? Nou, eigenlijk de combinatie van beide. Want ook het recept van morgen, ja, er zit broccoli in. Er zit natuurlijk ui in, knoflook, bessen, maar ook inderdaad andere superfoods. Maar daar kom ik zo meteen allemaal op terug. Maar het gaat er dus om wat voor reden eet jij superfoods? Wat is voor jou de toegevoegde waarde? Nou, dan kom ik nu bij de vraag, zijn superfoods supergoed of zijn ze super slecht? Weet je, eerlijk gezegd, het is geen beschermde term. En een fabrikant, een leverancier mag overal superfood opzetten als je dat wil. Ik heb de Eetlijn krokante mix, de meeste mensen kennen die worden echt per bakken gelijk besteld. Zo lekker is die. Kan ik ook wel het etiketje superfoods opzetten, maar ik doe het niet, maar het zou wel kunnen. Maar superfoods is dus geen beschermde term en het wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Ze kunnen overal op gebruikt worden en weet je één ding, ze zijn niet zaligmakend. Superfoods zijn niet zaligmakend, dat zeg ik er even heel cru bij. En weet je, als je er meer over wil weten, ik ga straks een aantal superfoods noemen. Ik ga ze niet uitgebreid behandelen, want daar is deze uitzending niet voor. Want daar heb ik zo'n lijst, wat ik allemaal nog kan doorgeven. Zitten we hier vanavond om 12 uur nog. Maar alle superfoods, maar ook alle andere gerechten die onder de superfoods vallen, worden allemaal apart besproken op mijn website. Dus ga je naar de website www.deeetlijn.nl en je gaat naar de zoekbalk. Dan kun je chiazaad opzoeken, je kunt er boerenkool opzoeken, bloemkool, broccoli. Je kunt het allemaal opzoeken en vinden. Heb je nou een gerecht of een superfood waar je meer over wil weten? Het staat niet op de website. Eventjes een appje naar Tante Nettie en dan komt het gewoon op de lijst van producten die nog behandeld moeten worden. Uiteindelijk ga ik gewoon echt alles behandelen. We hebben nog jaren te gaan, dus het komt helemaal goed. Nou, wat dus wel belangrijk is, die superfoods is gewoon hartstikke lekker en gezond. Maar vergeet niet nogmaals de producten van eigen bodem. Bloemkool, broccoli, ik heb er een aantal genoemd. Zometeen ga ik zo'n lijst met superfoods noemen. En dan ontdek je dat er meer superfoods van eigen bodem komen dan uit ver weg is dan. En dat zijn gewoon dingen die je kunt overwegen. Nou, dan, wat zijn de voordelen van superfoods in de breedste zin van het woord? En dan bedoel ik niet alleen chiazaad en hennepzaad en dat soort zaken. Chlorella, spirulina, noem maar op, wat er allemaal, maca-poeder, allemaal. Ik bedoel dan echt superfoods in de breedste zin van het woord. En daaronder valt ook broccoli, ook bloemkool, al die andere geweldige producten van eigen bodem. Maar wat zijn nou de voordelen van het gebruik van superfoods? Nou, om te beginnen, je krijgt veel meer vezels binnen, waardoor je veel meer verzadigd bent. Dat helpt je bij afvallen.
Veel vezels zorgen voor een goede darmwerking. En de gezonde darmwerking zorgt ervoor dat je gewoon minder last hebt van ontstekingen. Minder ontstekingen betekent een gezonder cholesterolgehalte, minder kans op hart- en vaatziekten en je zit gewoon veel beter in je vel. Nou, als dat nog niet genoeg is, dit zijn dus echt de voordelen en de redenen om superfoods werkelijk elke dag op je menu te zetten. En dan bedoel ik dus en de uitheemse zaden, maar ook inderdaad de superfoods van eigen bodem. Als je het allebei pakt, dan kom je hartstikke goed uit. Katrien zegt wel eens heel lekker die bloemkoolmuffin. Ja, je kan hem helemaal inknijpen. Zo luchtig is die, Katrien. Echt super, joh. Ja, Katrien zegt, ik denk dat heel veel superfoods gebruik zonder dat ik erbij nadenk. Nou, ik denk dat dat precies klopt, Katrien. Dat je inderdaad niet aan het chiazaad zit of aan het hennepzaad of wat dan ook. Maar dat je gewoon gezonde groenten van eigen bodem eet. En dan zit je eigenlijk ook aan de superfoods. Ja, hartstikke goede opmerking. Nou, dan, wat zijn de nadelen van superfoods? En dan denk ik dus inderdaad aan de uitheemse zaadjes en boedeltjes. Die zijn vaak onnodig duur. En nogmaals, ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik heel veel chiazaad, lijnzaad, hennepzaad, omdat ik het gewoon echt super lekker vind. Ik hou van die knapperige bite, vind ik echt heel erg lekker. Dus ik eet het meer omdat ik het lekker vind dan omdat ik het nou zo gezond vind. En natuurlijk zijn ze gezond, maar ik eet ook bloemkool en broccoli en dat soort dingen. Dus dan heb je die andere superfoods niet meer echt nodig. Maar toch ontbreken ze geen dag op mijn menu. Echt geen dag. Dus ik pak ze eigenlijk allebei. Nou, dan nog een nadeel is dat ze heel vaak uit ver weg is. Dan komen, ja, mensen denken, is het nou zo erg? Ja, beter van dichterbij. Maar nogmaals, ik gebruik ze ook. Wat er wel heel vaak gebeurt, is dat ze schimmels bij zich kunnen hebben. Dan mag je onder andere denken aan die kochi-besjes. Dat zijn die hele kleine rode besjes. Ja, die vind ik ook super lekker. Die had ik even goed op dit taartje kunnen doen. Ik heb nou cranberries gedaan. Maar kochi-besjes smaken ook hartstikke lekker. Maar pas op, neem AUB, de biologische, want heel vaak zit er een schimmel op. En die komen uit Verwegistan en die nemen vaak een schimmel mee op hun reis hier naar Nederland toe. Dus als je de biologische pakt, heb je daar veel minder kans op. Maar het heeft wel wat nadelen. En misschien is het allergrootste nadeel van superfoods wel, en dan bedoel ik echt de poedertjes van ver weg, is dat mensen er veel te hoge verwachtingen van hebben. En dan denken de mensen, joh, Nettie, ik heb niet zo'n geweldig gezonde leefstijl, maar ik heb er geen zin in, ik heb er geen tijd voor. Geloof jij nou dat ik al die cakejes lekker zelf ga bakken? Ik loop al naar de winkel toe. Nou, weet je, daarmee ga je de wedstrijd niet winnen. En als je dan denkt, joh, als ik maar superfoods ga gebruiken, dan win ik de wedstrijd alsnog. Het is niet waar, want superfoods hebben vaak te hoge verwachtingen en kunnen niet de ongezonde leefstijl compenseren. Dus het begint allemaal bij een gezonde leefstijl. En dan bedoel ik echt de superfoods van eigen bodem. En dat je daar dan inderdaad wat chiazaad overheen strooit, of wat hennepzaad, of wat lijnzaadjes. Prima, hartstikke goed. Maar maak een combinatie van gezonde superfoods van eigen bodem in combinatie van de heerlijke zaadjes van verder weg. Nou, en dan, ik heb net al aangegeven, de meeste superfoods zijn eigenlijk onnodig duur, prijzig. Ik heb het ervoor over, maar ik snap als je een kleine beurs, dat gewoon best wel eens lastig is. Maar er zijn een aantal superfoods die echt hun prijs meer dan waard zijn. En die gewoon hartstikke gezond zijn. Nou, je mag denken aan avocado, die komen natuurlijk ook meestal wel van ver weg. Alhoewel, bij binnenstebuiten zag ik pas dat er tegenwoordig avocados zijn in Nederland. Lieve mensen, echt geweldig. Daar moeten we eigenlijk naartoe, want de avocados van ver weg. Hey, die boeren hebben vaak een heel slecht leven, worden ook vaak bespoten omdat ze gewoon inderdaad een lange reis moeten maken. En alles wat je van eigen bodem kunt kopen, daar ben ik groot voorstander van. Dus avocado is echt een super, super food. Maar dan ook de donkere bladgroentes. Denk aan spinazie, denk aan andijvie, denk aan alle donkergroene bladgroentes. Dat zijn echt superfoods van de allerbovenste plank. Want wanneer is iets een superfood als het qua gewicht meer gezonde bestanddelen bevat dan een ander gerecht met hetzelfde gewicht. Dus hoe gezonder, hoe meer micronutriënten, hoe meer antioxidant erin zitten. Dan hebben ze een hoge ORAC-waarde. Nou, broccoli heeft echt de allerhoogste ORAC-waarde die er is. Of een van de hoogste, moet ik zeggen. Nou, als de ORAC-waarde hoog is en dus de antioxidantwerking hoog is, dan kun je spreken over een superfood. En dus, ik kom er zo meteen allemaal op terug.
Nou, dan gember. Komt natuurlijk ook van verder weg. Is wel een hele gezonde. Dat is die mooie knol. Je kunt ook in de vorm van poeder kopen in de webshop van de Eetlijn en als supplement. Maar ook gember is een fantastisch superfood. Maar wat denk je nou van groene thee? En groene thee is een onderdeel van de Eetlijn-methode. Ik adviseer mensen om elke dag 2 grote bekers groene thee te nemen. Nou, laat het nou een superfood zijn. Ja, mensen, met de Eetlijn zit je gewoon hartstikke goed. Nou, dan alle koolsoorten, knoflook en ui zijn allemaal superfoods. Omega-3 vetten is een superfood. Nou, ik heb natuurlijk een omega-3 vet van de Eetlijn. Je kunt ook omega-3 vetten gebruiken door visjes te eten. Maar die zijn ook vaak wel weer vervuild. Als je vis wil eten, pak dan de kleinste visjes. Anchovies, sardientjes, dat soort kleine visjes. Deze zijn trouwens gemaakt van anchovies. En er zit ook vitamine D bij. Hartstikke goede omega-3 is dit. Maar in ieder geval, omega-3 is dus inderdaad een superfood. Nou, dan pure, rauwe, biologische cacao. Ik vind het verrukkelijk. En je kunt in de bloemkoolmuffin kun je ook nog cacao stoppen met cacao nips. Ja, dan krijg je weer een chocoladecakeje, ook net zo lekker en luchtig. Ja, daar eet je gewoon je vingers bij je op. Dus pure, rauwe, biologische cacaopoeder is echt een superfood van de bovenste plank. En dan uiteindelijk kurkuma. Ook kurkuma is echt een superfood wat je niet mag vergeten. Je kunt het gebruiken als worteltje, dus echt als compleet product, maar ook als poeder. Maar dit zijn echt hele belangrijke superfoods die ook hun prijs meer dan waard zijn. Wat trouwens een leuke is, de cacaopoeder in de webshop van de Eetlijn is vorige week of de week daarvoor met meer dan 1 euro naar beneden gegaan. En er worden heel veel dingen duurder, maar als ik goedkoper kan inkopen, dan stel ik de prijs ook bijna beneden. En de cacaopoeder, ik dacht dat er 1,50 euro van de prijs af was. Dat doe ik hartstikke leuk. Maar het is een superlekker product. Ik heb gisteravond toch een heerlijke beker chocolademelk op van amandelmelk met een flinke eetlepel pure rauwe cacaopoeder erdoor. Beetje stevia. Nou, ik heb zitten genieten. Echt zitten genieten. Heerlijk. Ja. Nou, dan, welke superfoods zijn er nog meer? Nou, ik heb het al gezegd, op de website kun je dus inderdaad de superfoodnaam opzoeken en lezen. Staat het er niet bij, dan even een berichtje naar Tante Nette. Wil je het alsjeblieft een keer behandelen vrijdagochtend? Nou, we gaan eerst kijken naar welke superfoods er allemaal zijn. En dan bedoel ik echt de zaden en de poedertjes en de pitten. En dan mag je denken aan cacaopoeder, die ik net genoemd heb. Chiazaad, maar ook bijvoorbeeld chlorella. Dat is ook een superfood. Nou, dat soort dingen die gebruik ik zelf bijna niet. Ik bedoel, dan eet ik liever boerenkool of bloemkool of dat soort dingen. Maar het is wel een superfood. Goji-besjes heb ik net genoemd. Hennepzaad ben ik wel een groot fan van. Heerlijk door de yoghurt, door mijn cakejes. Die gebruik ik heel veel. Dan lijnzaad en lijnzaadolie. Maca-poeder, nou, dat is ook zo'n superfood waar ik zelf niet zo heel veel mee kan. Het schijnt erg gezond te zijn, maar daar doe ik zelf erg weinig mee. Quinoa eet ik heel vaak in plaats van rijst. Ik vind het heerlijk. En gewoon lekker koken, de Nederlandse quinoa van Rieneke, die is gewoon supergoed en biologisch. Dan spirulina en tarwegras, dat zijn allemaal van die superfoods waar ik zelf wat minder mee heb, die wel gezond zijn. Maar die zijn vaak wel wat duurder dan eigenlijk de bedoeling is en echt nodig is. Chiazaad, je kan kilo's bij de dingen kopen bij de dierenwinkel. Maar goed, er zit er wel vaak een beetje zand in. Dat vind ik ook weer minder. Dus ja, ik koop toch de zakjes in mijn eigen webshop. Maar goed, dan gaan we nu naar superfoods van eigen bodem. En die gewoon als groente en fruit kunt eten. Nou, appels. En appels zijn vooral gezond vanwege de grote hoeveelheid pectine die erin zit. Pectine zijn vezels. Die zijn enorm verzadigend en die bevorderen gewichtsverlies. Nou, ze zeggen ook niet voor niks, an apple a day keeps the doctor away. Dus elke dag een appeltje om echt hartstikke gezond te worden, te zijn en te blijven. Nou, avocado heb ik net genoemd, hele mooie verzadigde vetten. En die komt inderdaad steeds meer naar Nederland toe, vind ik een hele goede ontwikkeling. Dan bessen, nou die zitten hier bij het recept. Dit is een broccoli schotel met een bessen chutney. Nou, lieve mensen, hoe lekker wil je het hebben? De foto is een beetje donker. Hier zie je de bessen chutney liggen. Die combinatie is hemels lekker. Echt, ik heb hem al gemaakt. Hij is echt super lekker. Ik had misschien iets moeten bewaren om te laten zien. Dat ik nou die foto doet ook. Maar ik zou dan voor die bessen chutney wel biologische bosbessen nemen. Dus niet de blauwe bessen die je in de supermarkt vindt, maar de echte biologische bosbessen.
Die verkopen ze bij Albert Heijn in de vriezer. En die zijn hartstikke lekker. En daar kun je uitstekend deze chutney van maken. Ik zeg niet dat de blauwe bessen uit de supermarkt niet oké zijn. Maar dat zijn de bessen, als je ze doorsnijdt, zijn ze wit. En deze zijn echt blauw aan de binnenkant. Hebben veel meer antioxidanten. En de blauwe bessen in de supermarkt zijn geen superfood. Maar de echte biologische bosbessen wel. Dus maak daar wel een beetje onderscheid in. Nou, dan wat een geweldig superfood is, is bleekselderie. En bleekselderie kun je heel goed in stukjes snijden. Vol smeren met eigen gemaakte amandelpasta. En dan cranberries erop. Dus deze cranberries die hierop zitten, ook op die stengel bleekselderie, gevuld met amandelpasta. En dan heb je mieren op een boomstam, zo noem je dat. Nou, lieve help. En dan als snackje zomaar tussendoor. S'avonds een keer, zaterdagavond in het weekend, gewoon een lekker snackje. Nou, ik zou er een moord voor doen, zo lekker. Dus bleekselderie opvullen met zelfgemaakte amandelpasta. Gewoon amandelen in de blender, beetje zeezout erbij of Himalaya-zout. Daarmee opvullen en dan wat cranberries erbovenop. Het ziet er prachtig uit, het is ook nog hartstikke lekker. Boerenkool, een van de allerbelangrijkste superfoods. Gewoon van eigen bodem. Broccoli en broccoli kiemen. Ja, ik heb hier mijn kiempotje weer bij de hand. Dit is mijn kiempotje. Hier maak ik elke week opnieuw kiemen. En ik zal het je laten zien. Er zit een hele pluk broccoli kiemen. Ja, lieve mensen, die zijn super lekker op een crackertje, op een wafel met wat roomkaas. Plakje kaas erop en dan die broccoli kiemen eroverheen. Ja, het is gewoon heel lekker. En die broccoli kiemen, die zijn nog weer, ja, misschien wel 20 keer gezonder en sterker dan de gewone broccoli. Als je van gewone broccoli zo'n 300 à 400 gram wil eten, kan je met een broccoli pluk, kun je met 20 gram eigenlijk al volstaan. Dus zoveel krachtiger en gezonder dan de echte groente, zeg maar. Dus ik gebruik heel veel kiemen elke dag. Die staan gewoon elke dag op mijn menu. Nou, dan eieren zijn natuurlijk super verzadigend en bevatten alle essentiële aminozuren die je nodig hebt. Nou, eieren staan ook op de lijst van superfood. Gember en ginseng heb ik genoemd. Grapefruit is een ongelooflijk belangrijk superfood. Maar pas wel op, bij bepaalde medicijnen mag je geen grapefruit gebruiken, omdat het de medicijnwerking tegengaat. Maar dat weet je waarschijnlijk zelf. En zoek maar even op de website van de eetlijn. Nou, groene thee heb ik genoemd. Haver is een superfood. Dan kokos, water, pulp en rasp. En wil je er meer over weten? Op de website van de eetlijn staat een artikel over kokos. Paprika's zijn superfoods, niet voor iedereen. Want als mensen niet tegen nachtschades kunnen, kan je beter geen paprika's eten. Maar normaal gesproken wel vanwege de hoge vitamine C die erin zit. Quinoa heb ik genoemd. Sint-Jacobsschelpen, dat zijn die mooie grote schelpen waar zo'n klein vruchtvleesje uitkomt. Ja, die zijn ook gruwelijk lekker. Heel licht aanbakken of heel licht grillen. En die zijn zo gezond omdat het percentage eiwitten van Sint-Jacobsschelpen het allerhoogst is van alle eiwitproducten. Echt super hoog in de eiwitten en daarom ook echt een superfood. Nou, vergeet spinazie niet, tomaten, maar ook daarbij weer als je niet tegen nachtschades kan, geen tomaten eten. Walnoten zijn een superfood, maar wel liefst dan uit Nederland, van eigen boom. We hebben een eigen boom in de tuin en als je een beetje tuin hebt, adviseer ik je echt, zet een walnotenboom in je tuintje, want dan kun je zulke heerlijke walnoten van rapen. Ja, dan kan je gewoon een heel jaar je eigen walnoten eten, hartstikke lekker. Nou, dan yoghurt en met name de Griekse yoghurt valt ook onder de superfoods vanwege het hoge percentage eiwitten. Zalm is een superfood en zuurkool en kimchi, eigenlijk allebei omdat gefermenteerde groenten zijn. Kimchi is een gefermenteerde Chinese kool en zuurkool kennen we allemaal, witte kool die gefermenteerd is. Alsjeblieft niet te hoog verwarmen. Als je zuurkool namelijk verhit met koken, dan blijft er niks van het superfood over. Dus wat ik zelf doe, ik kook pompoen, die gaar ik. Daar maak ik puree van en daar doe ik zuurkool doorheen. Nou, die zuurkool met die zoete pompoen is de meest lekkere combinatie die je voor kunt stellen. Dan verwarm ik hem licht, maar niet hoger dan 80 graden. Want dan blijft er van het superfood niet veel over. Dus enkel wat opwarm, waardoor het lekker is om te eten. Want lauw eten is ook niet lekker, maar niet te hoog. Dat is eigenlijk eeuwig zonde. Nou, lieve mensen, dit was het over de superfoods. Dan het recept van morgen. Wat je nodig hebt is een broccoli in kleine roosjes, 400 gram. Het is voor twee personen trouwens.
Dan olijfolie, ui, knoflook, al dat soort dingen. Dan 150 gram biologische wilde bosbessen. Echt wilde bosbessen. Bij Albert Heijn biologisch. Is echt een superfood. Dan 2 eetlepels goji bessen geweekt. Maakt het super lekker dit gerecht. Maar het is dus wel, kijk uit voor de schimmels. Dus neem biologische goji besjes. Dan de zwarte peper, Himalaya zout, heb je allemaal kaneel. Ceylonkaneel is ook niet eens genoemd, is ook een superfood. Dan balsamicoazijn. Dan optioneel een paar druppeltjes stevia, vond ik trouwens wel erg lekker. Dan ook een theelepel Johannesbrood pitmeel. Feta, dat is geitenkaas, ook hoog in de eiwitten, ook eigenlijk heel gezond. Walnoten is een superfood. Hennepzaad en chiazaad. Nou, hennepzaad en chiazaad, kan je zeggen, Jonet, die is van ver weg, is dan, begin ik niet aan. Maar het is in dit recept wel heel lekker voor de crunchy bite en ja, bloedverdunnend, ook eigenlijk hartstikke gezond. Dus, dit wordt het recept van morgen. Ik hoop dat je het bij kon houden, anders gewoon eventjes de video nakijken. Maar als je naar deze gerechten alvast in huis haalt, kun je morgen gelijk aan de slag met het heerlijke gerecht. Goed, nou dan nog eventjes over de recepten e-book gezondere petrecepten, pretrecepten. Afgelopen dinsdag is het uitgekomen. Er zijn er ongelooflijk veel verkocht. Tenminste, ik vind het veel. Ik was er hartstikke blij mee. En dat recepten e-book gaat binnenkort €16,95 kosten. Maar tot en met zondagavond, dus tot en met aanstaande zondagavond 00:00 is het geen €16,95, maar €8,50. De link naar het receptenboek staat hier boven deze video. Dus je kunt het bestellen. En het voordeel van e-books is dat je het meteen in huis hebt. En ik hoor mensen wel eens zeggen, Jonette, ik heb liever een gewoon receptenboek. Dat snap ik wel. Maar het voordeel van de recepten e-book is dat je het zelf kunt uitprinten en in een prachtige map doen. Dan heb je gewoon je eigen recepten e-book, eigenlijk je uitgeprinte boek bij de hand. Gewoon in een mooi mapje doen. En ik vind het voordeel van een e-book dat je alle recepten kunt uitproberen. Wat je lekker vindt, stop je in de map. En wat je niet lekker vindt, dat doe je gewoon. Dat negeer je. Dat is gewoon voorbij. Dus zo maak je je eigen receptenboek, waarvan je 100% zeker weet dat je alle gerechten hartstikke lekker vindt. Ik heb veel gedrukte receptenboeken van die dikke pillen. Nou, ik gebruik misschien maar 10% van de recepten, omdat ik vind de rest gewoon, ja, dat is niet mijn ding. En hier kun je gewoon echt je eigen favoriete recepten gewoon printen en in een mapje doen. Dat is eigenlijk een heel groot voordeel. Dus tot aanstaande zondag 00:00 hier voor voor de helft van de prijs. Goed, dit was het, lieve mensen. Katrien zegt, geweldig thema. Dankjewel voor de uitzending. Fijn werken, Ria, Nettie en luisteraars. Nou, hartstikke fijn. Goed, lieve mensen. Dan komt Saïd nog binnen. Goedemorgen. Dan het thema van volgende week is resistent zetmeel. Denk je, resistent zetmeel? Nettie, wat is dat nu toch? Nou, ik weet niet of je het ooit wel eens gehoord hebt. In de eetlijnmethode passen geen aardappelen. Maar er zijn nog steeds mensen die echt dol zijn op aardappelen. Als je nou de aardappelen kookt en dan weer af laat koelen, dan krijg je resistent zetmeel. En dat is ongelooflijk goed voor je gezondheid, voor je darmwerking, om af te vallen. En daarover volgende week meer. Wat is resistent zetmeel? Hoe krijg je het binnen en wat kun je ermee? Nou, dit was het, lieve mensen. Nou, ik wil iedereen bedanken voor het kijken, het liken en het delen. Ik heb net genoemd, mijn grote missie is om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. Nou, ik kan het echt niet alleen, daarom een team van coaches die met mij samenwerken. Maar jij als kijker en Facebook en Eetlijn fan, jij kunt ook je bijdrage leveren aan een gezonder Nederland. Door deze uitzending te liken en te delen, vooral hartje ben ik dol op zijn stroom alweer binnen, zie ik wel. Maar ook door deze uitzending te liken en te delen op je eigen pagina, dan kunnen we nog meer mensen bereiken en ontstaat er een soort van sneeuwbaleffect. Je kunt me niet blijer maken dan daarmee. Dus, dankjewel. Geweldig thema voor de volgende uitzending, zegt Katrien. Oké. Bedankt, Nettie, zegt Anneke. Fijn weekend voor jullie. Was weer leerzaam, zegt Gerry. Dankjewel. Marion zegt dankjewel. Voor iedereen heel fijn weekend. Nou, tot de volgende week. Wist je dat je zuurkool niet te lang mag verwarmen? Nou, heb je het ook weer geleerd dan. Als je te lang verwarmt, dan gaan de probiotica, die gaan omzeep. Dus gewoon eigenlijk zonde. Dus, lieve mensen, nogmaals bedankt. Een onwijs fijn weekend. En tot de volgende week. Groetjes. Doei, doei. Doeg.